De radiotherapeut heeft met u besproken dat u in aanmerking komt voor een ademhalingsgebonden bestralingstechniek. Op de dag van uw simulatie meldt u zich na inschrijven aan bij de secretaresse op de dienst radiotherapie. De secretaresse geeft u de datum van uw eerste bestraling mee en ze geeft u de verdere richtlijnen voor het vervolg van de behandeling. Hierna mag u plaatsnemen in de wachtzaal waar de verpleegkundige u komt halen en u meeneemt naar de kleedcabine van de simulatieruimte. Voor de veiligheid van uw spullen doet u de buitendeur van de cabine best op slot. Hier komt u de simulatieruimte binnen. Op de tafel liggen hulpstukken die we ook tijdens de bestraling kunnen gebruiken. De bedoeling is dat u tijdens elke bestraling in dezelfde houding gaat liggen als tijdens de simulatie. Zo kunnen we u telkens gericht bestralen en sparen we gezond weefsel. We nemen een identificatiefoto voor de dagelijkse controle tijdens behandeling en voor uw bestralingsdossier. De verpleegkundige vraagt u om uw bovenkleding uit te doen. Daarna mag u liggend plaatsnemen op de tafel. We leggen uw armen in de steuntjes boven uw hoofd. De dokter komt een loodraad kleven rond de borstregio. Op uw bovenlichaam maken we aantekeningen die ons helpen bij uw positionering. Het is van cruciaal belang dat u vanaf nu goed stil blijft liggen. De tafel waar u op ligt verplaatst zich tot in het toestel. De medewerkers zijn nu volop bezig om uw ademhalingscurve in rust te bepalen. Belangrijk is dat u ontspant en een rustige borstademhaling aanneemt. Hierna vragen we u om in een diepe borstademhaling te gaan en dit 30 seconden vol te houden. We kunnen de curve enkel gebruiken als er genoeg verschil is tussen uw rustademhaling en uw diepe inademing. Als we merken dat dit moeilijk haalbaar is voor u, dan passen we geen ademhalingstechniek toe en wordt uw bestralingsplan hierop aangepast. Dit alles doen we in onderling overleg met artsen en fysici. Om een bruikbare ademhalingscurve te krijgen, is het belangrijk dat u inademt met uw borstkas en niet met de buik. Hierbij vergroten uw longen, waardoor de afstand tussen uw borst en uw hart groter wordt. Zo beschermt u uw hart tijdens de bestraling. Voor de positionering is het belangrijk dat uw rug goed op de tafel blijft liggen en dat uw schouders niet optrekt. Probeer zo ontspannen mogelijk te blijven liggen. De verpleegkundige zal u vragen om een diepe inademing te doen en deze vast te houden. We zullen u ook zeggen wanneer u terug gewoon ontspannen mag ademhalen. Wanneer u mag uitademen, is het van belang dat u probeert om alle lucht uit te blazen. Zo komt u terug tot uw oorspronkelijke basisademhaling. De verpleegkundige gaat enkele keren vragen om dit proces te herhalen en zal u hierin begeleiden. Zo kunnen we een goede ademhalingscurve berekenen die nodig is tijdens de bestraling. Na de berekening van uw ademhalingscurve gaan we gebruik maken van de lichtpanelen in de ruimte. Wanneer u in ontspannen rustige ademhaling bent, kleuren de lichtpanelen blauw. We vragen op een gegeven moment om diep in te ademen. Zodra u diep genoeg inademt, zullen de lichtpanelen groen kleuren. Dit hulpmiddel toont wanneer u diep genoeg inademt. Tijdens de bestraling is dit het moment om een scan uit te voeren of om de bestraling toe te dienen. Wanneer u te diep inademt, kleuren de lichtpanelen rood. Bij een rode kleur mag u een klein beetje lucht laten ontsnappen, zodat u vanzelf weer in de juiste groene zone komt. Wanneer de lichtpanelen groen zijn, probeert u uw ademhaling goed vast te houden en geen lucht te laten ontsnappen. Als de ademhalingstechniek lukt, gaat de verpleegkundige naar de bedieningsruimte naast de CT. We zullen u verder begeleiden via de intercom. Zo weet u wanneer u uw ademhaling moet inhouden en wanneer u mag ontspannen tijdens de CT. De lichtpanelen tonen u wanneer u in de juiste ademhaling zit om de CT te kunnen uitvoeren. De verpleegkundige zal aangeven wanneer de scan klaar is en ook wanneer u terug mag bewegen. De simulatie voor uw bestraling is hierna klaar. Ongeveer een week na de simulatie komt u voor de eerste bestraling. De verpleegkundige zal u de nodige uitleg geven over het verloop van de bestraling en de dagelijkse identificatiecontrole. U mag plaatsnemen op de behandeltafel in dezelfde houding zoals tijdens de simulatie. Een camerasysteem helpt ons hierbij.
Datzelfde systeem controleert ook uw houding tijdens de behandeling. Het is belangrijk dat u vanaf nu zo stil mogelijk blijft liggen. Nadat de verpleegkundigen de instellingen van het toestel in orde brachten, vragen ze u om eens diep in te ademen. We gebruiken de gekleurde lichtpanelen zodat u ziet of het lukt. Denk ook aan uw rug. Het is belangrijk om tijdens de bestraling plat te liggen op de tafel. We vertellen u wanneer u opnieuw rustig mag ademhalen. Hierna brengen wij nog enkele instellingen in orde en verlaten we de ruimte. In de bedieningsruimte zien zij u continu. Zodra de verpleegkundigen uit de ruimte zijn, communiceren ze met u via de intercom. Als alle instellingen klaar zijn, vraagt de verpleegkundige om diep in te ademen en uw ademhaling zo lang mogelijk vast te houden. De scan duurt ongeveer 30 seconden. Hierna zal de verpleegkundige communiceren dat u terug ontspannen mag ademhalen. Intussen wordt deze scan vergeleken met de scan van de simulatie. Die duurt enkele minuten. Het is belangrijk dat u steeds zo stil mogelijk blijft liggen. We sturen de gegevens door naar de behandeltafel. De tafel zal een klein beetje bewegen om u in de correcte positie te brengen tot u op dezelfde manier ligt als tijdens de simulatie. Wanneer alle instellingen in orde zijn, vraagt de verpleegkundige via de intercom om te starten met de diepe inademingen op eigen tempo. U kan dan zelf starten met de diepe inademingen. Als de lichtpanelen groen kleuren, zal het toestel de bestraling toedienen. Als u blauwe of rode lichtpanelen ziet, zal het toestel niets doen. U mag zelf bepalen hoe lang u de diepe inademing volhoudt en hoe lang u daarna pauze neemt om de diepe inademing te hervatten. Indien nodig, zullen wij u begeleiden via de intercom. De verpleegkundige vertelt u wanneer de bestraling klaar is en komt daarna naar binnen. Blijf stil liggen tot we u effectief zeggen dat u terug mag bewegen. We helpen u van de tafel zodra het kan. De bestraling is hierbij klaar. Als u nog vragen hebt, kan u deze steeds stellen. Na uw laatste bestraling heeft u aansluitend een afspraak bij een radiotherapeut ter afronding van uw behandeling.